Ik sta vandaag in Leeuwarden en het is vandaag de eerste dag van de lente volgens onze kalender. De komende week zullen we de zon zien met een aantal dagen lentetemperaturen van 12 of 13 graden. Nu het actuele weer. Vanavond en vannacht is het meest bewolkt met wat regen. Het wordt vannacht vanuit het noorden meer en meer droog, met in het noordelijke deel van ons land later een paar opklaringen. Met temperaturen van 3 tot 5 graden is er geen vorst meer. De west- tot noordwestenwind is zwak of matig. Morgen, het wordt een zondag met veel bewolking en eerst in het zuiden van Limburg nog kans op wat regen. Verder blijft het droog met vooral in het noorden de zon er nog bij. Overdag temperaturen van 8 of 9 graden. En de noord- tot noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en die voelt koud aan. In de nacht landinwaarts alweer kans op grondvorst. Maandag is er nog veel bewolking, maar de zon komt bijna overal tevoorschijn. Overdag temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. Dit zijn bijna normale temperaturen voor de tijd van het jaar. De noordwestenwind is zwak of matig. In de avond en nacht klaart het flink op, met in de nacht op veel plaatsen grondvorst. Nu de vooruitzichten. Dinsdag is er geregeld zon met overdag een temperatuur van rond de 12 graden. Door weinig wind zal het met de zon erbij warmer aanvoelen. Woensdag komt met een gemiddelde iets hogere temperatuur van ongeveer 12 of 13 graden. Donderdag opnieuw temperaturen rond de 12 of 13 graden met in het zuiden mogelijk 15 graden. Later een bui. En na donderdag lijkt het wisselvalliger te worden met af en toe een bui. Maar morgen meer over het weer voor na het weekend. Ik wens iedereen nog een fijne avond. Tot morgen!